Oké. Volgens mij gaan we live. Ik test hem nog één keer even op de telefoon. Ga jij maar eens even testen. Oh, wat is het elke keer weer spannend, hè, met dat geluid. Het blijft wel spannend. Die technologie, ja. Het houdt. Je kan er ook eigenlijk niet van op aan, hè. Dat nee, is, eigenlijk niet, nee. Dat merk je maar weer. Sorry dat we zo laat zijn, jongens. Excuus, maar we gaan gewoon weer lekker knallen vandaag. We hadden even wat technische problemen. Maar die zijn, als het goed is, verholpen. En je zal het niet raden, maar ik heb het zowaar verholpen dit keer. Ik ben zo trots op mezelf. Het enige wat er moest gebeuren was gewoon zat een stekkertje niet goed in het apparaat. Maar nu maakt allemaal geen reet uit. Het is gelukt. Jongens, wat hebben we vandaag nodig? Ik ga het gelijk even toelichten. Trouwens, allereerst gefeliciteerd dat we gewoon week 4 ingaan. Maandag zijn we begonnen, 4 weken geleden. Ja, en dit wordt gewoon week 4. Dus we gaan echt... het gaat als een speer als je het mij vraagt. Wat hebben we nodig? Je hebt je yogamat nodig, indien je die hebt. En je handdoek. Je hebt, for all the sweat. Je hebt water nodig. Want je moet natuurlijk les. Jessica Schots, wat een party! Oh my god! Live from Italy. Italië. Super. Sano. Yes, ja. Vlak bij Napoli zit dat, jongens. Wat hebben we nog meer? Loes is erbij, Aniek is erbij, Mirjam, Eefje, Huntink, Sander Bos. Heel goed, jongens. Maandag later. Waterflessen, dumbbells of gewichten. Verder hebben we en nog... En een stoel. Of stoel. Een object waar je tegenaan kan leunen. Dit kan bijvoorbeeld ook het aanrecht zijn. Want we gaan diagonal push-ups doen. Ik moet zeggen, jongens... Italiaans kan ik niet zeggen, Jessica, sorry, maar het zal vast heel tof zijn. Ik zat even in de stress, weet je, een paar minuten voordat je live moet. Jij zat zo te stressen. Doet het niet meer, ja, en dan ben ik toch een beetje een soort van... Leon is echt een stresskip. Een tag voor dummies, dus ik heb maar... Ja, nou, maar je doet het hartstikke goed, kapper. Maar we gaan gewoon nu gelijk beginnen. Even nog een mededeling, we hebben best wel veel gezeik gehad met de muziek die we dan altijd op zondag gebruiken. Dus ik ben bang dat we de Sunday Funday Special moeten skippen. Omdat er gewoon te veel rechten hangt aan de popmuziek, de populaire muziek, de R&B muziek. Het is gewoon te moeilijk en dus we blijven gewoon heerlijk bij het oude vertrouwde techno house. Ja, het is wel jammer. Het is heel jammer, maar het is wat het is. En we willen jullie natuurlijk wel gewoon blijven zien. En als we dit te vaak hebben, dan worden we namelijk er vanaf gegooid. Dan worden wij geblokkeerd als account. En dat, moeten wij niet dat wil hebben. Niemand. We hebben veel te hard gewerkt om dit allemaal op te zetten. Dus we gaan niet geblokkeerd worden, dus we gaan het niet riskeren. Ik zeg... De Sunday Funday is was heel leuk voor 2 edities. Gelukkig hebben we wel een Britney editie kunnen doen. Ja. We hebben geen kaarten vandaag, want je heeft geen kaarten vandaag. Nee, je ziet het ook aan, hè? We zijn fris en fruitig. En, gisteren hebben we ook niet gedronken. Nee, dat is goed. Dat nodig? Ik wel, hoor. Oké, jongens, we gaan beginnen met de welbekende warming-up. Dus schuif alles aan de kant en we gaan beginnen. We hebben weer een leuke nieuwe workout voor jullie in petten. Oh, dat wordt heerlijk. Ik ben nu al bang. Ik ben mijn oefening alweer vergeten. Oh god, ga maar even kijken dan. Here we go, my sugar. En 5, 6, beeld omhoog. Oh yeah. Woo! Mijn veen ligt hier nog. Op rechts. Hier, ik heb ze. Oh. Oké. Knieën omhoog. Here we go. Op. Hey schat, aangezien het week 4 is, hè? Ja. Lijkt het je leuk om een keer een andere short warming-up voor te bereiden? Ja, willen mensen een andere warming-up? Ik vind het eigenlijk wel fijn, want het gaat toch om de workout uiteindelijk. Oké, okay. Ja, is goed, dan doen we dit. Enkel. En dubbel. Prima. Gaat het dit maar 5 minuten. Nou, soms duurt het wel echt lang voor mijn gevoel. Het moet het toch warm worden. Dat moet ook warmer. Staat die verwarming al uit? Ja, gelukkig. En enkel tempo. Het was zo koud toen wij hier binnenkwamen vanochtend. Het was lekker ramen open laten staan, maar ja, het zonnetje schijnt hier niet zo meer. Zo warm is het niet meer. Komt-ie. 5, 6, enkel, dubbel. Here we go. Woo! Hou vol, nog 1 keer. Ah, okay. Hierna doen we de hamstring curl. Jawel. Enkel tempo. Zo is het. Oké. Gaan we weer. Ja. Lekker maandag.
Nieuwe week, nieuwe kans, jongens. Enkel, enkel, dubbel. En... En we gaan door naar de enkele. Oké. Nog één keer. 8, 7, 6. Hierna door gaan we naar de... Jezus, enkel, enkel, dubbel. Schat, schat. Reguleer je ademhaling. En dubbel. Hou vol. 4, 3, 2, naar de schouders. Op en neer. Op, sorry. Woo! Daar gaan we, naar achter. Nog 1 keer 8. En go! Oké, met je ellebogen naar achter. En strek je armen uit. Oké, schouders op en neer en op. Nog 1 keer 8. Jongens, de warming up. Alles is nog mogelijk. Om de beurt naar voren. En. Yes. Nog 1 keer 8. Met de ellebogen omhoog. En. Naar voren. Nog 1 keer 8. Oké, handen naast je benen en go down. Hou vol, kom op. Span goed die buikspier aan. Probeer je heupen zo stil mogelijk te houden. Alleen naar rechts en down. Blijf goed ademen. Oké. Woe. Gaan jullie ding. Nog 8, 7. Yo, what? Yo, breathing. I'm bleeding. Oké, change. Geniet van die heerlijke deuntjes op de achtergrond. Ik word hier heel rustig van het nummer. Lekker, hè? Ik denk dat als de beat dropt gaan we twisten. Oh. Is dat nu in? Schat, ik weet niet. Ik heb het nummer net gekocht. 3, 2, en twist. En. Heel goed. Probeer echt goed je heupen stil te houden. En alleen met je bovenkant van het lichaam twisten. De torso. Le torso. De torso. Hou vol. Nog 8, 7, 6. Woe. 4, 3, 2 en 1. Marcheer uit. Oké. De volgende oefening wat we gaan doen is, Mathieu doet hem even voor. We doen onze handen naar voren. En we, inderdaad als een echte showpony, proberen we onze knieën met onze handen aan te raken. Daarna doen we onze handen op onze billen. En gaat die voet tegen de hiel aan. Schat, waarom doen we dit niet gewoon? Nee, en dan, daarna doen we een jumping jack. Je moet even op adem komen. Oh, jezus, nee. En daarna gaan we dribbelen. Ja, dribbelen prima. Dribbelen voor live. Wie wilt dat we opwarmen of niet? Kom op. Oké, komt-ie, jongens. In 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Op. Dat doen we dit nog steeds. Allemaal in het opposite been. Ik heb verteld, ik begin op rechts. Kijk, ik spring op rechts. Ik spring op links. Prima. Oké. Handen op die billen, ja. Hoppa. En hop, hop, hop. Paardje in galop. Jezus, Leo, alsjeblieft. Jumping jacks. En. Hou vol. Nog 8 keer en naar 8. 3, knieën omhoog en op.
liefde tegen de billen. Oké. Jumping jacks. Even lekker dat bloed laten stromen. Sorry Jessica, het is best wel veel springen. Een goede vriendin van ons zit namelijk dribbel. Jezus, in Italië vast in quarantaine. Maar in haar quarantaine is ze haar sport-BH vergeten. Leo. In Rome. Dus die zit maar denk ik nu zo de warming-up te doen. Nou, dit zijn hartstikke persoonlijke verhalen. Ah, nee hoor, dat weet ik niet. Hou vol, kom op. Nog 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Oké. Ze zijn voor jou. Ja, hem op. Neem een slokje water. En pak je yogamat. Oh ja. Of je handdoek erbij. Fijn. Nog steeds zo blij met deze matten. Dankjewel, Bas. Echt niet normaal. We genieten er elke dag van. Ja. Okidokie. Alright. We gaan beginnen hoor. Dan gaan de mensen beginnen zittend of in een high plank. Wat zal het zijn? Ik hou nu mijn mond dicht, sorry Jess. Ik zal niks meer vertellen over je. Hele leuke dame. Zie je? Wat erg, is hè? Single nee? In Italië. De nummer is 06. Nee, ik maak een rijtje. Oké. Kunnen we op zondag geen echte artiesten? Ja, dat kan wel. Maar ja, dan moet diegene een uur lang zingen. Ik weet niet of diegene dat... voor de mensen thuis ook... Ze hield ze inderdaad vast en ze zitten er nog. Ja. Thanks, Jess, voor de informatie. Dat vinden ze heel fijn. Of we echte artiesten kunnen doen op zondag. Nou, ga je over nadenken. Dank je wel. Oké, de oefening. Here we go. Yes. We gaan... Het heet de single legged cross leg lift. Nou, het is allemaal heel heftig. Wat allemaal reuze mee. Wat je doet. Dat is het waarschijnlijk ook wel, denk ik. Het is een variatie op deze, vriendin. Alleen... trouwens, hou je onderrug tijdens deze oefening plat op de vloer. Schouders zijn gelift. En je crossed links over rechts. En je gaat naar beneden. En je gaat op. Zo. En naar beneden. En op. Ja, je mag zelfs een klein beetje de billen opliften als je omhoog komt. Oké. Ja. 12, 10, 8. Dan 12 met links. En dan switch you from leg, denk ik. Ja. Switch you from leg. So international, guys. Oké. Ik was net op tijd. Goed. Here we go. Dus we beginnen met links over rechts. That. 6 handen zijn onder de heupen. Here we go. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, oh, schouders van 8, de vloer? Oeps. Ja, 9, 10, 11, blijf goed ademen, 12. Alright, wissel van been. Here we go. 5, 6, rechts over links. Je hebt er net zo'n kermis. Here we go. Oelala, 3, oelala. 4, mensen moeten focussen, 5. 6, 7, 8, ik ben bijna naakt. 9, zeg dat nou niet zo hard. 10, ze worden weer van YouTube afgehaald. Ja. En 12. Oh, ik voel deze heel erg. Nou, stop toch? Jij? Ja. Mijn god. Oh, jij hebt ook een uur van tevoren de verwarming aangezet hier. Het is bloedje heet. Het is praktisch gezien heb jij het aangezet. Ik heb er alleen om gevraagd. Het lijkt wel een Bikram workout. Het is bloedheet. We doen aan hot yoga vandaag. Oh. ik stikte bijna. Kijk, okay, we gaan door naar tientje. Ja, dat wou ik dus zeggen, maar toen stikte ik. Here we go. Oelala. Geen corona, het is gewoon Here de we go! 9, 8, 7, 6. Kan je goed tellen? Is goed hè? 4, 3. En de laatste. Switch legs.
zo international. Alright, komt ie aan? We hebben vandaag ook een international audience. Here we go! Vier. Je denkt deze is niet zwaar, maar hij wordt zwaar naarmate we de oefening voeren. Ja. 9. 10. Oh ja, je denkt elke keer dat het meevalt. Maar nee. Je hebt een schokje te water, hoor. Ik ben bruin? Of ligt het aan mij? Ja, het ligt. Sowieso bruiner dan gisteren, maar ja, dat was ook niet zo moeilijk. Je leeft nu weer. God nou. Gaan we voor de 8? Ja, let's go. Jezus, jij bent zijknat. Ja, schat. Heel goed, schat. Die kan workout. Here we go, 5. En tip 6. Rechterbeen, laatste keer. 8. Zet je verwarming aan als je 7. Extra zware workout wil. 6. 5. 4. 3. 2. En 1. Lekker wisselen. Laatste keer 8. 5. 6. Here we go. 6. Oh. Nog 2 te gaan. 2. En 1. Alright, goed zo, guys. Neem een korte slok en dan ga ik... Great job. Dan ga ik de volgende oefening uitleggen, ja? Hi, guys. Nice. It's Carol Baskin from Cat Rescue. You're doing a good job, you little tigers. Okay. Dat zegt zij hey, nooit. Hey, Marco. Woo! Roberto is er ook. Wat leuk, jongens. Audrey, let's go. Talia, yes, ready. Schat, okay. We doen de heel touch. Kan jij me uitleggen? De heel touch is gewoon gebogen knieën inhaken. Je schouders zijn constant van de vloer. Wie viel? 12, 10, 8? Ja. En dit is 1. En dan nu pas 2. Nee, ja, absoluut. Ik zou niet open naar de camera gaan liggen. Nee, schat, we hebben een beetje inkijk. Zelfs mannen hebben dan inkijk, jongens. Ja, het is mogelijk. We gaan. Kom op. 1. Heb je uitgelegd hoe het werkt? Ja, 3, zeker. Dus je tikt elke keer je hiel aan. 5. Hou je onderrug plat aan de grond. Schouders aan de vloer. Ten alle tijde. Nog 4 te gaan. 4. 3. 2. Tik je hiel aan. En 1. En maak jezelf even lang. Gaan we door naar de 10. Here we go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Let op je ademhaling. 7. 8. Uit door je mond. In door je neus. 10. Toch? Jazeker. Oké, dan ga ik even snel mixen. Dan gaan wij door naar de 8. En 5. 6. Here we go. Let's go. Woo! Yeah. 2. 3. 4. Probeer je nek altijd goed lang te houden. 5. 6, 7 en 8. En strek jezelf uit. Hierdoor creëer je lengte in je buikspieren. Zodat ze mooi plat worden in plaats van die bolletjes. Je wil hele mooie platte buikspieren. Oké, twee de volgende. Alright. Volgende oefening is de laatste voor de buikspieren. We gaan in een... We gaan in een plankpositie staan. We hebben nog niet geplankt vandaag, viel mij op. En je gaat op de ellebogen. En wat je doet, is je maakt kleine contracties. Dus kleine buigingen met je knieën naar de grond. En elke keer trek je je buikspieren helemaal op. En adem je dus uit als je je benen buigt door je mond. En in door je neus als je uitstekt. Ik doe het 1 keer voor. Je houdt je rug recht. Je doet... Ze hebben we een keer eerder gedaan, ja. Het lijkt je wel weeën. Ja? Ja. Dat idee. Ja, ik heb geen flauw idee hoe dat voelt, dus ik zou... Belangrijk is dat je voornamelijk je bovenlichaam stilheid dus houdt. Dus alle beweging die er plaatsvindt... Ja, alles zit in dat dit samen trekt. Ja. Here we go. We doen het.
12, 10, 8. Gaan we lekker liggen? Jij traint met een washandje vandaag, zie ik. Ja, dat is mijn depdoekje. Oh. Oké, okay. Daar gaan we. 5. Ik weet niet eens waar mijn handdoek ligt. En 6, kom op. Huh, waar is mijn handdoek? 5. Maak je uit, blijf, we gaan beginnen. Oh, ik zie maar. Here we go. 1. 2. Adem. Hou vol, kom op. 4 te gaan. En 4. 3. 2. En 1. Oké, ontspannen. Heel goed, jongens. Ik heb vandaag gebruik ik voornamelijk muziek van Piff Records. Dat is een Nederlands label. Met allemaal hele vette artiesten. Het is allemaal een beetje richting Deep House Minimal. Maar heerlijk, ik hou ervan. Ik ben gek op hun feestjes ook. Dus laten we een keer gaan als we weer kunnen. Zullen we voor de 10 gaan? Doen we gewoon een workout party met al onze abonnees. Een workout met dit. Oh god, lijkt me gezellig. Daar gaan we. 5. En 6, here we go. 5. 6. Contract, contract. En. Woe, adem. Nummer 5. Adem in. Adem uit bedoel ik, sorry. 2 te gaan. En 2. En 1. Ja, de beweging is super klein. Super gecontroleerd. Super klein. Super klein. Super klein, kerel. Net zo klein als een krultje. Oh my god, dat Roberto zegt planken wordt makkelijker, is een godswonder. Roberto, jij kan dit. Oké. Okay, we gaan voor de 8. Is goed, kerel. Hé, hey, pik! Oké, okay, komt-ie. Zeggen wij echt dood. Komt ie aan. Oh yeah. Lekker pulsen. En 5. 6. Here we go. En 8. 7. 6. Zo op elkaar opgesteld. 5. Kom op. Nog 4 te gaan. 2. En 1. Ja jongens, hou vast. En nu buigt die knieën, hou daar vast. Nog 8. 7. 6. Kleine verrassing, span alles aan. 5. Woe! 4. 3. 2. Hou voltje. Ja. En 1. Ontspannen. Yes, guys. Nice work. Nee, goed gedaan. We gaan door naar Leon met zijn fantastische billen. Nou, en je denkt billen, maar we gaan heerlijk liggen op onze buik. Fantastisch. Lekker. Deze oefening is een beetje geïnspireerd op de Pilates oefening. Dus ze noemen het in de Pilates de swimmer. En hij is gedeeltelijk voor je onderrug, maar ik wil dat je voornamelijk aan je billen denkt. Ja, dan denk je ja, want dan ga je daar het meest op focussen. Wat we doen, jongens. We liggen plat op onze buik. Handen zo onder het voorhoofd en we gaan zwemmen. Hele tijd heen en weer. Maar wat ik dus wil is dat je dus niet alles uit je onderrug haalt, maar uit je billen. Dus span je billen aan. Als je je billen aanspant, gaan we zien, gaat het al omhoog. Je tilt je benen op en we gaan zwemmen. Ja, dit doen wij voor 16 tellen. 16 tellen zwem, 8 tellen freeze. En die freeze til je benen in de lucht. Dan weer 16 tellen zwemmen en dan weer... Hou hem vast in de lucht. Yes. Dat doen we in 2 setjes een keer. Here we go. 5, 6, 7 en zwem. Kom op. Nog 8 tellen en 8. 4, 3, 2. Hou hem vast op het hoogste punt. Van die billen aan. En weer zwemmen en een zwem. 4, 5, 6. Dit kan je dus ook gewoon doen op het strand, hè jongens. Hoe heerlijk. Ja. Een workout op het strand. Schat, een workout op het strand. En hou vast. Droom. En op. Alleen jammer van al dat zand. Ja. Ja. Oké, okay, nog 1 keer. Swim it out. Swim, swim, swim. Swim it out, baby. Yes.
Heel goed. En nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En hou vast voor de laatste 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan even naar achter. Maak die billen even rond. Nou, ik hoop dat ze al rond zijn ondertussen. Nou, na 4 weken mogen ze best wel een beetje een ronding hebben hoor. Nou, dat is sport. Oké. Wat we nu gaan doen, we blijven liggen in de heerlijke strandpositie. We hebben onze benen op en we doen het 6 keer open, dicht. Open, dicht. Open, dicht. Open, dicht. Ja? Als we dat weer hebben gedaan, houden we hem weer vast voor 8 tellen. Daarna weer open, dicht. Open, dicht. 16 tellen. Hou vast. Open, dicht. Open, dicht. Hou vast. Yes. Easy. Het is niet zo'n hele moeilijke oefening, maar je focus dan juist echt op de billen, ja? Ga niks uit je onderrug halen, want dan ga je er last van krijgen. Hey, Stijn Fluit! Nou, wat een party dat je er bent! 3 en 5! Wij hebben met Stijn heel lang gedanst! 5, 6, 7 en open dicht! Oh, ik dacht wel. 5, 6, 7, 8. Wel langzaam, Jay. Je mag hem ook snel doen als je dat liever wil. Kijk, we doen het zo. Dus elke keer als jij open gaat. En hou hem vast. En op! Als het goed is, kunnen je benen namelijk nu al wat hoger. Echt? Open, dicht en op. Woo! Yeah! Nog 1 keer 8, 8, 7, 6. Hou vast. Span je billen aan. En hou hem vast. Op. Oh. Nog 1 setje te gaan, jongens. En meisjes. Open, dicht. Nou. Zo irritant. 1 keer 8. Woo! Yeah! Hou vast, jongens, de laatste 8 tellen. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Oh. Rond die billen. Ik draai ze even los. Wat heerlijk. En wat slut. Oké. De volgende oefening gaan we heerlijk op ons zij liggen. Tevens ook weer een makkelijkere oefening, maar daardoor wel gewoon kunnen we langer doorgaan en blijven. Prima, schat. Leg dat kreng maar uit. Je hebt de tijd. We liggen op onze zij. We doen hem 16 keer omhoog. Dus op. Ja. Daarna doen we hem, zeg maar, 5 centimeter naar achter. Doen we hem daar 16 keer op. Gaan we nog 5 centimeter naar achter, daar 16 keer op. En dan op het verste punt ook weer 16 keer op. Dan gaan we helemaal naar voren. Dus dan ga je 5 centimeter voor je been, 16 keer op. En dan weer terug naar de basis, 16 keer op. Ja, dus van de zijkant ga je dit zien. Op, stukje naar achter, op. Nog een stukje naar achter, op. Verste punt naar achter. Neem hem naar voren, op, op, op. Terug naar de basis, 16 keer. S. Dit is volgens mij best wel duidelijk. Dus ik zeg ready. Let's go. Zo, kom erbij liggen. Ja, schat, ik ben er klaar voor. Heb je de oefening gehoord? Ja. Oké. Okay. Nee, eigenlijk niet. Ik lieg. 5. Maar ik volg jou, schat, in het leven. Follow my lead. En op. Zorg ervoor dat je een plank bent. Je bent een plank. Nog 8. Je mag je voet ook flexen als je dat zelf fijner vindt. En 5 centimeter naar achter. Net achter je hiel. Ga je buikspieren mooi aangespannen? 8. Eigenlijk altijd. In het leven. En probeer je been en je lichaam in dezelfde lengte te houden. 5 centimeter naar achter. Probeer. Ja, we gaan 3 keer naar achter. 1 keer naar voren. Oké, nog 8. 7, 6, 5, 4. Op je vers naar achter. Hou vol. Lekker hoor. 8, 8, ja, ja. 7, 6, 5, 4, 3. Helemaal voor je voeten. Yes, jongens, hou vol. En 8, 7. We zijn bijna klaar. Weer terug op basis, 16 keer. Krijg een beetje krap.
Ja, dan moet je, als je kramp krijgt, doe hem dan even gebogen. Ja, ik ga maar door. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Oké. Okay. Ga naar de andere kant. Woe! Yeah! Even kijken. Oh, oké. Okay. De andere kant, jongens. En we hebben de billen alweer gehad. Hoe heerlijk. Hoe snel gaat het vandaag? We zijn ook al iets later begonnen, maar alsnog. Ik heb nog even tijd. En dit is de kant. Oh, ik moet even een standaardkastje dan doen. Oké. Okay. Komt ie op. Oh, wat? Pas op je standaardkastje, check. Ja, ik weet het. Thanks. 5, 6, op. Live of a technician, hè? Niet normaal. Waar heb jij hem dan? Achter. Staan dit voor. Oh ja. Ik ook. Centimeter achter je hiel. Span je billen constant aan, jongens. Heel goed. Nog 8, 7, 6, 5, 4. Ik ruik ineens 3, dat geurblokje. Een stapje naar achter en. Oeh. Juist nu je billen aanspannen. Hoe verder we naar achter gaan, hoe meer je de kracht en spanning uit je billen haalt. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nog 2 keer op je vers naar achter. Nu juist die billen aanspannen. Hou vol, we zijn er bijna. Nog 1 keer 8, 8, 7, 6, 5. Span je billen aan, hou je heupen recht. En voor je tenen en op. We zijn er bijna, jongens. Nog 3 keer 8. Woo! 8, 7, 6, 5. Voel het branden, voel het branden. Dat is een teken dat we aan het trainen zijn. Op de basis, nog 16 keer. Oh. Ja, ja, Jay, hou vol. Het brandt ook bij mij. Bij jullie thuis ook. Nog laatste 8, 8, 7, 6. Lekker voelen dat. 4, 3, 2, 1. Oké. Woo! Jongens, dat lekker. Waren de billen. We voelen ze, we zullen ze vanavond en morgen ook voelen. Maar we gaan door naar de armen. Oké, daar gaan we, jongens. We zijn wel lekker gestippeld vandaag. Nou ja, ik heb meer vlekjes. Ik heb op jou afgestemd vandaag. Oh? Ik stem altijd op jou. Oké, Martien. Ik stem nog altijd op jou af, schat. Woe, ik voel me binnen als ik nu sta. Oh man, ik voel ze nu al inderdaad niet normaal. We gaan door naar de armspieren. Ik neem even een snelle slok. Een snelle slok, hè? Een snelle slok, jongens. Copyright Mathieu. Een snelle slok wordt mijn bar die opent in 2021. En dan krijg je alleen maar drankjes die je moet atten. Vandaar de snelle slok. Ik vind het een heerlijk idee. Ik denk dat niemand het overleeft. Oké, we gaan beginnen met het heet negative push-ups. Nou, dan denk je echt, deze man is zojuist verstand verloren. Nou ja. Maar we gaan het doen. De bedoeling van een negative push-up is dat je heel langzaam zakt. En dan stoot je jezelf omhoog, waardoor er een soort explosieve kracht vrijkomt. Dit mag op de knietjes of op de teen. Ik ga het één keer... Demonstreren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Push-up! Ja, dus het zakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Push-up! 7, knal jezelf omhoog. Daar komt het woordje push-up vandaan. Ja. Nou ja, überhaupt de hele beweging is een push-up. Toch? In ieder geval, we doen dit 10 keer, omdat het vrij explosief is. En daarna proberen we er nog 8 te doen. Ik word gewoon keihard uitgelachen hier. Ik ga gewoon gelijk op de knieën, anders red ik het gewoon. Here we go! Woo! Woo! Down! Oeh la la. 5, 6, here we go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, push-ups! 1, 2, 3, 4, 5, push! 1, 2, 3, ah! Ik denk dat dit nummer 5 is. Dit is niet 6. Nummer 5. Dit is nummer 7. Oh, sorry hoor. Dit is 8. Waarvoor vragen we het dan?
Pasha. Oh. Voel je dat dat zwaarder is? Ja. Ja, hè? Oh. Oké, jongens, wij gaan gewoon door. En meisjes natuurlijk, sorry. Het is zo makkelijk om jongens te zeggen. Hey guys, hey jongens. Je bent ook gek op jongens, jij. Ja, I love them boys. Maar ik hou ook van mijn meiden, hoor. Komt goed, meiden. We gaan gewoon toch nog die 8 keer doen. Ik doe hem op de knieën, dus we kunnen hem goed volhouden. Als je hem op je tenen doet, hey, ik ben trots op jou. Ja, ook om 2. Komt-ie. En 5, 6, here we go. Let's go. Push up. Woo! Push up. Woo! Ik kan deze ook doen, schat. Nog 4 te gaan. Yes. De laatste 2. En op nummer 1. Yes. Oké. Okay. Heb je nog wel gedaan? Ja. Oh, jongens, nou, ik vind het zo jammer dat ik dit niet mee kon doen. Schat, woensdag hebben we weer een gast-DJ en dan kan je de hele workout weer meedoen. Hoe fijn is dat? Alright. Voor de nieuwe mensen, jongens, op woensdag hebben wij dus altijd een gast-DJ. Allemaal toffe vrienden van ons, gave mensen die al heel lang draaien. En dat geeft Mathieu een beetje de vrijheid. Zodat hij nog een zwaardere workout heeft. Ja, en het is gewoon echt een party elke keer dat zo'n DJ er is. Ik vind dat zo leuk. Ik zou eigenlijk wel elke dag een DJ willen, maar dat is minder verantwoord. Nou, weet je, ik heb er elke dag één. Oh, schat toch op. We pakken de stoelen erbij, jongens. We pakken de stoel. Laten wij weer eens eventjes die triceps onder handen nemen. Lijkt me fijn. Ja, toch? Lijkt me ook een goed idee. Alright, wat we gaan doen. Hier is iets. Deze oefening hebben we al eerder gedaan. Je zet je handen aan de zijkant van je stoel. Dus vingertoppen naar buiten. Vingertoppen zijn naar buiten, inderdaad. Je pelvis, je bekken. Je bekken mag zakken. Ja, dus je hoeft hem niet op te houden, want dan kan je dieper. Dus we gaan proberen je ellebogen naar achter te houden en push-up. Push-up. Push-up, jongens, we gaan doen lekker de push-up. Oké, en duw jezelf omhoog, ja? 12, 10, 8. Ga zo diep mogelijk, hou je ellebogen zo veel mogelijk naar achter. Here we go. 5, 6, 7 en 1. Push op. 2. Jij mag je pelvis wat meer laten zakken, Leon. 5. 6. 7. 8. Oh. Nog 4 te gaan. 4. 3. 2. En uno, por favor. Ja. Als je dan toch even zit. Volgens mij worden onze onderbuurmeisjes helemaal gek voor ons. Voor de 10! Here we go! Woo! Hou je schouders en je ellebogen, schouders laag, ellebogen naar achter. Oh yeah, feel it burn. 4. 6. Oh nee. 7. Ik dacht we dat we bij de 8 waren. Ja, sorry. 8. 9. 10. Oh. Ik voel het wel echt hoor. Nou, ik ook. Schat, we gaan naar de 8. We doen het toch met een reden. 6, ja, maar dat is goed. Ik ben zo blij als ik dingen voel. 7. 6. Hoe lekker in de 5. 4. 3. 2. En 1. Yes. Hoe laat is het? Hey Maarten, ja, dit doet pijn. Oh, maar ik zou heel graag nog de diagonale push-ups willen doen. Oh, dat kan nog wel. En flessen. Oef. Flessen. Ja, moet ik Nee, we doen de push-up. We doen er 8 voor het gevoel. Ja. Oké. Luister, wat we gaan doen. Je gaat tegen een oppervlakte aanstaan waar je tegenaan kan leunen. Ja. Dus pak iets wat je zeker weet dat niet gaat schuiven, anders... Nou ja, val je op je giegel. Wat je doet is je zet je handen in een diamantpositie tegen die oppervlakte aan. Je maakt een push-up. En als je hem terug omhoog duwt, breng je je polsen naar elkaar toe. Waardoor je die bovenste spieren van de borst ook meepakt.
Dus we doen dit. Ja, we gaan ook de fles doen. Van daar komt en op. Ja. Dit. Push up en pull. Een soort van butterfly. Ja, maar dan niet dit, hè. Een diamant. En naar elkaar toe. Oké. Okay. We doen er 8 en dan gaan we naar de flessen. Omdat die in... Omdat hij in de diagonaal is, valt hij mee. Kom maar. 5, 6, 7. Op je tenen sta je. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En 8. Wat zeg je nou? We gaan naar de flessen. Pak ze maar. Ik denk dat ik dit was even een soort van klein... Ik moest dit even doen. Met jij wou hem even doen en we gaan dit in vervolg vaak doen. Oké, jongens, pak de heerlijke flessen erbij. Yes, alcohol, spirits, wasmiddelflessen. Wat jij kan vinden, zolang het maar een beetje gewicht heeft. Yes? Oké. We beginnen met pulsen en daarna doen we hem open dicht. 5, 6, here we go. En puls. Hoe groter de puls, hoe groter het effect. Oh, zolang je maar niet de flessen kapot maakt. Wat een lekkere tagline, Leon. Jezus, gaat uit. Komt-ie, open, dicht. Want jij voelt zich soms gewoon Britney Spears. Altijd, schat. Elke dag. Elke minuut van de dag ben ik er. En we gaan weer terug naar het pulsen. En puls. Leon, vertrouw mij dus niet meer met fles. Nee, Jongens, hou je lichaam een beetje naar voren kant. Dat gaat niet naar achter hangen. Hou je schouders laag. Ja, gelukkig kan je het filmpje ook terugkijken als je verveelt. Nee, ik verveel me nooit. En pils. Oh yeah. Woo! Here we go, here open we go. Dicht. Hey, en als je nou zo erg geniet van deze workout, hè. Deel het gewoon even met je vrienden, ja, hoe leuk. Je familie, iedereen zit en thuis. En hoe het zij. Als je nou iemand denkt van, hè, die kan wel een workout gebruiken, tip ons. Het is leuk, het is gezellig, we werken met flessen, we doen van alles wat. Schat, het is een party. Elke dag anders. Eén kant al. En dat helpt ons gewoon heel erg. Want dankzij jullie doen wij dit ook elke dag. Ja. Wij kunnen niet even een dagje skippen. Het kan wel, maar het zou zonde zijn. En pils omhoog. Is dit het nummer I'm getting high, that's what I want? Nee, schat. Oh. En groot. Hou boven vast. Dip naar achter. Dip it low, bring it up slow. Oké, Christina Million. Oh. Het gaat goed hoor. Wat jij het drankorgel. Nou, dat vind ik niet lief. Oh. En we gaan hem zakken naar 90. Hoek. Oh, hoek. Rustig. Het gaat goed, hoek. Ik ga voor jou van het bubbelwrap eromheen doen. Is goed? Blijf op je ademhaling letten, jongens. Kom op. En hou open, dicht en sluit. Het is ongelooflijk wat een paar flessen met je lichaam kunnen doen, hè? En hou open, steek uit. En terug. Woe! Yeah! Oeh, schat. Het wordt steeds makkelijker, vind ik. Ja, voor jou. Voor jou niet dan. Je doet het toch ook elke dag? Ja, nou. Hou vast. Pils omhoog. Met je handpalmen naar beneden. Nee, je handpalmen omhoog, schat. Maar dit is toch... Oh, dit is je palm van je hand. Ja, dit. Je handpalmen zijn dan toch omhoog? Oh. En kanten je palmen naar beneden. Hou de flessen goed vast. Don't drop them. 8, 7, 6. Kom omhoog. En we gaan de laatste oefening doen. En zak. Oh, dat was ik. Dat is goed, schat.
adem. Laat het stuk omhoog. Het mag een iets grotere hoek zijn dan 90. Laatste 8. 3, 2, 1, nog 4. 3, 2, 1. Oh, lekker jongens. En jump the bottle. Bam! Oh, supergoed gedaan. Ik voel me altijd zo voldaan naar die armen. Dat is echt zo lekker om te doen. We gaan door naar het laatste segment. Dat zijn die beentjes. En neem eens van je water, jongens. En wat zijn we weer lekker bezig voor de mensen vandaag. Die al vanaf het begin zijn ingeschakeld. We zijn alweer 3/4 uur bezig. En jullie doen het zo goed. Het is niet normaal. Oh, jij moet even denk je batterijtje checken. Echt? Ja. Oké, wij gaan door naar de benen. De benen gaan oh ja. Ja, ze liggen daar voor jou klaar. De benen zijn ook een beetje de billen vandaag. Maar ja, dat is altijd eigenlijk zo, hè. Wat we doen? We doen een deep lunge squat bounce. Dus we staan hier in een wijde heupbreedte positie. We gaan met ons rechterbeen naar achter, maar niet in de squat positie, maar iets verder. En wat we doen is we bouncen 16 keer naar beneden. 1, 2, daarvoor voel je het in je linkerbovenbeen en in je rechterbil. Dat doen we 16 keer, wisselen om, andere been 16 keer, nog een keer rechterbeen 16 keer en linkerbeen 16 keer. Yes. Daarna doen we als volgt, doen we diep en laag, diep en laag. Dat doen we 16 keer rechterbeen, 16 keer linkerbeen. Yes, laten we hiermee beginnen. Neem een slokje water, wacht even tot Mathieu zijn batterijtje heeft verwisseld. Zeggen ze wat, nee, je bent nog steeds niet online, Mathieu. Lukt het, schat? Hallo? 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 Wie heb ik aan de lijn? Hallo? Ja, here we go. En 5, 6, 7, en 7, en 1, 2, 3, 4. Hou je armen waar je ze zelf wil. 7, 8. Nog 8. 7, 6, 5, 4, 3. We gaan goed in die deep lunge. Dus echt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 8. 7, hou vol, 6, 5, 4, 3, wissel van been, en 1, 9, 8 te gaan, en 8, woe, burn baby burn, wissel, lekker plaatje, domme nou, 9, 8 te gaan, en 8. Wat we nu doen is met de rechterbeen touch en deep lunge. Dus 1, 2, 3. Recht in plié, je blijft gebogen benen. 1, 2, 3. Is dit een opbouw? Been en. Opbouw tot wat? Helemaal naar de knieën. Oh ja, misschien van de week. I heard you, baby. Ik val op. Laatste been, de andere kant. In. Woe. Hou beide benen gebogen. Als je ingaat. In. Probeer één punt te pakken op je spot, zodat je je balans houdt. En wissel van been. En touch. Lunge. Touch. Yes. Nog 4 te gaan. 4. 3. 2. En 1. Oké, schud de benen los. Woe! Deze voelen we wel hoor. Ja hè? Kanonnen. Oké. De volgende beenoefening noemen wij de diagonal squat lunge. Yes, okay. Wat we dus doen is je staat weer heupbreedte. Met je rechterbeen ga je achter je linkerbeen staan. En we bouncen 16 keer naar beneden. Ja? Belangrijk is dat niet je voorste knie helemaal van links naar rechts gaat. Okay. Laat hem de hele tijd met één keer naar hetzelfde punt naar voren gaan. Ja, zodat we onze kniebanden goed met rust laten. 16 keer rechts, 16 keer links. En nog een keer. Here we go. 5, 6, 7 en woe!
Lekker. Oké. Als je iets met je armen doet, dan leidt het af van je billen. Gaat erop. En wissel om. Squat. Heerlijk. Nog 8. Yeah. Jongens. En wissel van been. Goed zo, Jay. Leek wel een balletoefening, een parasha. Parasha is net een beetje anders, maar maakt niet uit. Nog. Kan het wel proberen, straks. 6. 6. Ik kan het ook proberen met een parasha. Nee, niet met een parasha. Oh, dat is wel zwaarder, lekker doen. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oké, ontspan. Lekker party op de maandag, jongens. Hoppa. Aan. Maar aangezien het begin van de week is, pas de chance gaan. Pas de chance gaan we die ook leren. Ja, pas de chance gaan we ook leren. Maar dat kunnen we denk ik pas ronddoen rond de workout. Zou het zijn 40 of zo? Dus hebben we nog een paar te gaan. Oké, okay, we gaan 3 wall sits doen. De eerste, 30 seconden. De tweede doen we 25 seconden. De laatste, die doen we 20 seconden. En dan doen we hem allemaal, ja ik herhaal allemaal, op onze tenen. Ja? Belangrijk is dat je dan goed die hoek houdt van 90 graden. Yes? Oké. Even mentaal aan het voorbereiden. Yes, daar gaan we. Wat zegt ze? Ik ken die gozer niet. Nee, Irie, dat zou ik ook zeggen. Zij zijn getrouwd met elkaar. Oké, jongens, here we go! Ben je klaar voor Tjeu? Ga je namelijk meedoen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Wall sit, 60 seconden, 30 seconden. Dus hou deze hoek mooi van 90 graden. Laat je armen rusten op je bovenbeen. Oké. Okay. Nog 20 seconden. 20. 19. 8. Yes. 10. Ik blijf er even zitten straks, ja? 5. 4. 3. 2. 1. 0. Want jij doet hem nog even. Wij ontspannen onze benen even. Nou, dit voelt zo licht nu. Ja, schat. Omdat je net dat hebt gedaan. Wat? Die andere oefeningen. Ja, echt zo. Dat is niet normaal. We gaan door naar de 20 seconden, Tjeu. Ik blijf gewoon zitten. Oké. Okay. Here we go. En 5, 6, 7, 8, 20. 25 bedoel ik. Jongens, ik draaf altijd een beetje door. Hè. Het is bij mij alles of niks. Zwart dus ik ben nu helemaal into de sport. Oeh. Komt-ie, jongens. Nog 15. Ik ga zo nog ook even en 10 minuten app workout 10, doen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Voor de laatste 20 seconden gaan we op onze tenen, ja? Dit kunnen we allemaal doen. Het is niet per se moeilijker. Je daagt jezelf alleen. Je daagt jezelf alleen nog net wat meer wat uit. Dus, jongens, het is maandag, nieuwe begin van de week. Alsof dat nu nog uitmaakt, want elke dag is bijna hetzelfde. Maar niet als je ons de workout volgt elke dag. Schat, elke dag is voor mij een feest. Goed zo, kom daar aan. Met dat gesport. Nou, ik moet zeggen dat ik er wel echt heel blij mee ben. Zullen we? Yes! Zullen we? 20 op de tenen. En 5, 6, 7 en woe! Sorry voor de kwet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ons. Oh. Applausje voor jezelf, jongens. Die zit weer mooi in onze zak. We gaan nu door naar de cooling down. Oké. Okay.
Zal ik die maar geven, schat? En adem in. Ja, zeker. Die is voor jou. De cooling down, hè? Oké. Komt ie bij. 6. Here we go. Adem in. Doe je neus. En adem uit je mond. Adem in, doe je neus. Uit, doe je mond. Yes. Probeer je hartslag onder controle te krijgen. Ken je lichaam dat niet hard gewerkt? En uit. Laatste keer adem in. Pak met je linkerhand je rechter elleboog. That's it. Breng je arm naar voren. Aan je rechter schouder omlaag. Duw hem omlaag. Duw hem omlaag met je eigen kracht in je eigen lichaam. En adem in. Met je rechterhand je linker elleboog. Hou je schouders mooi laag. Voel de stretch in je bovenarm. We hebben super hard gewerkt vandaag. Ik ben helemaal blij met jullie. Breng je arm naar voren. Super chill dat jullie ons ook supporten door elke keer mee te doen. Lekker boys. Dat betekent, je bent zelf een lekkere boy. Dat betekent echt veel voor ons. We love it. En adem in. Krul je handen lekker in elkaar. Lekker in elkaar. En hand, span je hoofd naar voren. Voel een lichte druk op je nek. Klik wat met je hoofd, schud wat heen en weer. Yes. Switch naar rechts. Bam, 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 bam. Heerlijk jongens. Ik krijg zin in te feesten van deze muziek. Nou schat, deze workout is een feest. Dat is waar, we gaan wisselen. Change. Hou je schouders wederom mooi laag. En je armen opzij. En dan gaan we. Reach naar links en rechts. En reach. Oh, als jij dit gaat doen, doe ik even een nummer. Maar dat gaat goed. En Weet jij dat dit workout 22 is? Ja, schat. 22 alweer. Niet normaal. En naar het plafond. Yes. En terug. En reach weer opzij. En reach. Woo! En reach over. Oké. En even naar je linkerbeen. Even die hamstrings even stretchen. En buig je rechterbeen. En terug. En buig. En terug. Wissel naar je andere been. Hou vast. Yeah. Go. En push. En strek. En buig. En strek. Oké. Adem in. Pak je rechtervoet. Knieën naast elkaar. En pak je knie. Maak een rondje en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woo! En links. Knieën naast elkaar. Voel de stretch in je bovenbeen. Pak je knie. Oké. Draai een rondje naar links. En 1. En wissel. En uit. Oké. Adem in. Handen bij elkaar. En namaste jongens. Bedankt voor het intunen. Namaste. Alsof er niks is gebeurd. Ja jongens. Nee, jullie hebben weer super goed gewerkt vandaag. Ik ben Saiknat, dus dat betekent dat we weer goed ons best hebben gedaan. Ja, we Saiknat en Mattie op rechts, godverdomme. Maar hoe heet dat? Supergoed jongens. Wat een manier om je week te starten, om je maandag te starten. Week 4 alweer. Wij gaan deze week ook gewoon weer kapot
afmaken met elkaar. Dat komt helemaal goed. Ja. En echt fluitend beetje bij je zou ik zeggen. Heb een fijne dag. Geniet van elkaar. Geniet van alles wat je weet. Geen intense yoga op de zondag. Ja, we moeten even gaan we even iets kijken voor iets speciaals op de zondag. Ja, dan een andere Sunday van nee. Goed idee, Sabine. Heerlijk, jongens. Dank jullie wel. Jullie zijn echt te gek. En we spreken elkaar sowieso morgen weer. Dankjewel Aniek, Maarten, Mirjam, Inge, Irie, Thalia. Jullie zijn allemaal toppers. Zonder jullie zijn we nergens. Dus laten we nog even dansen met z'n allen. Here we go.